Mijn job bestaat uit twee delen. Enerzijds werk ik voor Fluida. Dat is een biotechbedrijf die kwantitatieve data-analyse doet op CT-thoraxscans. Daar ben ik clinical site manager, om de sites op te volgen en te trainen, zodat ze kwalitatieve scans kunnen nemen. Daarnaast werk ik ook op MedImprove, een multidisciplinaire medische praktijk, waar we samenwerken met artsen, kinesisten. Ik werk daar als verpleegkundige. Er zijn ook diëtisten aangesloten, psycholoog, psychiater. Om eigenlijk vanuit een multidisciplinair facet de patiënt daar te kunnen omkaderen. En daar neem ik de coördinatie op zich op mij. En ik doe daar ook de klinische studies. Mijn traject voordat ik aan de master begon, was dat ik eerst een opleiding heb gehad, bachelor verpleging. En nadien de Banaba intensieve zorgen spoed. En dan ben ik gaan werken, eerst op intensieve zorgen. En vlak voordat ik aan de master begon, werkte ik in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen als ventilatiedeskundige op de pneumologie. Mijn motivatie om nog een opleiding bij te gaan doen was omdat er op de afdeling pneumologie toch ook wel wat wetenschappelijk onderzoek werd gedaan. En dat wekte wel mijn interesse en daar wou ik meer over weten. Ik was daar niet in geschoold en daarom ben ik de opleiding beginnen volgen. Mijn persoonlijke drive om de master te halen was meer te weten over klinisch onderzoek en daar meer in te kunnen werken, ook iets in te kunnen betekenen. Dat was mijn grootste drive, wat ook wel belangrijk is om een drive voor ogen te hebben om ja, al die leerstof en al die taken die erbij aan te pas komen, te kunnen verwerken. De masteropleiding volgen in combinatie met een gezin en ik werk dan ook vol tijd, dat was best wel zwaar. Nu, het is toch wel heel interessant om ook te werken tijdens de opleiding, omdat heel veel vragen of opdrachten, daar kan je heel veel op antwoorden vanuit je ervaring als verpleegkundige in het werkveld. Dus de combinatie werken en opleiding volgen is eigenlijk zeker best interessant. Maar dan was toch ook mijn voorkeur om het in 4 jaar te doen, om het zo te spreiden, om het toch haalbaar te houden. Ik heb de afstudeerrichting onderzoeker in gezondheid en zorg gestudeerd. En dat sluit helemaal aan bij het werk dat ik nu doe, omdat ik volop in klinisch onderzoek zit. Ook aan mijn doctoraat begonnen ben, verder klinisch onderzoek te doen binnen het vakgebied van de respiratoire aandoeningen. De masteropleiding heeft toch wel een invloed gehad op mijn persoonlijke interesses, in de zin dat ik aanvankelijk ben gestart omdat ik vond onderzoek toch wel heel interessant, dus ik wou mij daar verder in verdiepen. En ik had zoiets van die vakken van management en leiderschap, we nemen het er wel bij. Maar uiteindelijk begon dat toch ook wel mijn interesse te wekken. En heel interessant zelfs, dat ik nu ook voel dat het een meerwaarde is voor mijn dagelijks werk in de praktijk. Wat ik daar praktisch heb uitgehaald uit de opleiding is bijvoorbeeld als er vragen, bedenkingen zijn bij bepaalde problemen van patiënten, dat ik al veel gemakkelijker is gaan kijken in de wetenschappelijke literatuur, wat is daarover te vinden, wat is daarover gekend, wat ik eigenlijk vroeger nooit deed. De meerwaarde van als masterverpleegkundige te kunnen werken naar de patiënt toe is voor mij persoonlijk omdat ik nu zelf meer initiatieven kan nemen op gebied van hoe zorg wordt georganiseerd of welk onderzoek dat er kan worden uitgevoerd. En die initiatieven kan ik nu pas nemen ook doordat ik die masteropleiding gevolgd heb. Wat mij zal bijblijven is niet zozeer een bepaald moment, maar we waren het eerste jaar afstudeerrichting onderzoeker in gezondheid en zorg. Dus we hadden een heel klein groepje. En met dat groepje hebben we een kwalitatief onderzoek gedaan. En we kenden elkaar vooraf niet, maar het was zo'n fijne samenwerking. En dat heeft echt wel deugd gedaan om in een goed team zo een onderzoek te kunnen doen samen. Als je overweegt om de opleiding te starten,
Ik denk dat het interessant kan zijn om zelf eens te voelen, wat wil ik ermee bereiken, wat is mijn doel? En als je een doel voor ogen hebt, ben je ook meer gemotiveerd om je daarvoor in te zetten en ervoor te gaan. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, omdat er komen sowieso ook moeilijkere momenten aan, of momenten dat het heel veel is, maar met een doel voor ogen, dan kom je er wel door. We zijn verpleegkundigen en we mogen er fier op zijn dat we dat zijn.